De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, staat vandaag, 3 mei, samen met beroepsgenoten stil bij de herdenking van de Internationale Dag van de Persvrijheid. Op deze dag staan journalisten wereldwijd stil bij de ethische en beroepscodes van het vak. De Internationale Dag van de Persvrijheid staat dit jaar in het teken van de impact van digitale media op de persvrijheid, vrije meningsuiting, toegang tot informatie en de veiligheid van journalisten. Ook gedenkt de SVJ de collega-journalisten die onder druk staan bij het uitoefenen van hun beroep en te maken hebben met onder andere intimidatie, bedreigingen en martelingen met soms zelfmoord tot gevolg. Wereldwijd staat de beleving van de persvrijheid onder druk. De SVJ doet een dringend beroep op media en journalisten zich te houden aan hun verantwoordelijkheid naar de samenleving en de ethische codes.